Dag kijkers, op 18 oktober vond de introductie plaats van de e-visum en e-toeristenkaart. Natuurlijk een heugelijk moment voor Suriname. En wat is nou eigenlijk het doel van deze webapplicatie? Met deze mogelijkheid kunnen personen die naar Suriname komen, plannen hebben om ons land te bezoeken, online hun aanvraag doen. We gaan daarover praten met twee deskundigen die ons meer daarover gaan vertellen. Maar aan het eind, of kort voor het eind van dit programma, krijgt u een demonstratie hoe dit allemaal geschiet online. We praten met mevrouw Dina Pinas Wespa, welkom. En mevrouw Christel Doulatip. Mevrouw Dina Pinas Wespa is waarnemend onderdirecteur consulaire zaken en personenverkeer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En mevrouw Doulatip is de manager van Suriname e-visas VFS Global. Dat is een mondvol natuurlijk. Dames, nogmaals, welkom. En om te beginnen bij mevrouw Dina Wespa. Voor Suriname een bijzonder moment, 18 oktober. Laat me mij haasten om u te corrigeren. 29 april, jongsleden, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de e-visum en e-toeristenkaart applicatie geïntroduceerd of gelanceerd. Per 18 oktober is dat definitief ingegaan. De periode voor 18 oktober, dus tussen 29 april en 18 oktober, hebben wij een overbruggingsperiode gehad. Waarbij de aanvragers de keuze hadden om een visum of een toeristenkaart via de conventionele wijze aan te vragen en te verkrijgen. Of gebruik te maken van de webapplicatie. Oké, en natuurlijk voor Suriname is het natuurlijk geweldig nieuws, toch? Ja, het is sowieso geweldig nieuws voor Suriname. Omdat wij het personenverkeer, of laat me het zeggen, het afreizen naar Suriname voor vreemdelingen die visumplichtig zijn, hebben versoepeld. De webapplicatie biedt de ruimte aan de aanvragers, waar ook ter wereld, om via elke device een visum of een toeristenkaart aan te vragen. Het enige dat u nodig hebt is een goede internetverbinding. Dus mensen hoeven niet naar de ambassade te gaan of urenlang in de rij te staan voor hun documenten, om het zo te zeggen. U hebt het juist. Mensen hoeven niet meer te gaan naar de ambassade of de consulaten van de Republiek Suriname, maar ze kunnen gewoon vanuit een luie stoel kunnen ze hun visum of een toeristenkaart aanvragen. Dat klinkt natuurlijk allemaal interessant. Mevrouw Doulatip, wat is de rol van VFS Global in dit geheel? Oké, VFS Global doet het administratieve gedeelte voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heel veel mensen komen in de war met VFS Global en de ambassades of consulaten denken meestal meteen dat VFS Global ook een ambassade is, maar dat zijn we niet. Okay. Wij zijn slechts een dienstverlener dat het administratieve gedeelte doet voor de ambassade. En met administratief gedeelte bedoelen wij ontvangen de aanvragen, wij screenen dat, wij doen de quality check. Wij kijken als de documenten juist zijn geüpload, wij kijken als er nog aanvullende stukken nodig zijn. En als de gegevens op een aanvraagformulier correct zijn. En als dat goed is, dan sturen wij dat door naar Buitenlandse Zaken die verder de afhandeling doet. Die webapplicatie functioneert goed vanaf de ingebruikname vrijdag? Ja en nee. We hebben gezeten met de aanvragen met het systeem. We hebben echt uit scratch een website gebouwd en daar het systeem doorheen geleid. We hebben aanvragen binnen gehad, dus de aanvragen lopen goed. Er zitten natuurlijk ook aspecten zoals internet, we zitten met zwaar verkeer. Dat zijn een paar van de dingen die spelen, maar overal, ik wil zeggen, afgelopen vrijdag hebben wij een toename gezien van zeker de helft van de aanvragen die wij van de maand binnenkrijgen, gewoon op één dag. Ik zou zeggen, nu loopt die goed. Eigenlijk een paar kinderziektes. Ja, wat maar dat kan je overal voorkomt. Hebben. Klopt, ja, okay. Klopt. Het moment dat je te maken hebt met technische, met technologie, ga je de trillingen altijd hebben. Ja. Maar we proberen het zoveel mogelijk op te vangen. Ja.
Mevrouw Pinas, ik stel me zo voor dat nu deze mogelijkheid er is, een versoepeling eigenlijk van de handeling om zo'n document aan te vragen. Ik neem aan dat u wat cijfers heeft toch, dat het al een beetje storm loopt in een 3 dagen tijd, zeg maar. Laat me dit ervan zeggen. We zijn begonnen, we hebben een soft lancering gehad op 15 april. Ja. En we hebben de officiële lancering gehad op 29 april. 17 april zijn we begonnen met 2 aanvragen. In de maand april hebben we 20 aanvragen via de webapplicatie ontvangen. Ik moet zeggen dat we daarna een groei hebben gezien. En we hebben het afgelopen weekend hebben we nog net de 600 niet gehaald. 600 aanvragen. Dus het is een toename als we kijken naar het begin van de ingebruikname van deze webapplicatie. Ik stel me zo voor dat binnen deze week nog het aantal kan oplopen naar boven de 1000. Wij verwachten een grote toename. Ik zal voorzichtig zijn voor wat de cijfers ja. betreft, maar we verwachten wel echt een grote toename. Maar dat komt dus gewoon door die versoepeling, het feit dat het online kan. Precies. Ja, okay. En ik moet erbij zeggen dat als de aanvragen volledig en correct zijn doorgestuurd, wij binnen 72 uur, maximaal 72 uur, de aanvrager mag uitkijken naar het besluit van de aanvraag. Het besluit wordt nog steeds genomen door Buitenlandse Zaken? Het besluit wordt door Buitenlandse Zaken genomen en dat besluit sturen we door voor VFS. En VFS mailt naar het adres dat opgegeven is door de aanvrager, waarin het besluit wordt kenbaar gemaakt. Nou, heb ik wat klachten opgevangen, niet zozeer zorgwekkend, maar de iets oudere burgers onder ons die vinden het een beetje moeilijk om een foto te scannen. Dat maakt het een beetje, noemen ze hoor, klantonvriendelijk. Is er daarover nagedacht om het nog soepeler te maken voor deze groep? Wij hebben inderdaad kritische kanttekeningen ontvangen. Van zowel de individuele burger als van bedrijven. En laat me dit ervan zeggen, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft open oor voor alle kanttekeningen. De bedoeling van deze website is juist om om efficiënte dienstverlening aan te bieden aan onze doelgroep. VFS heeft een klantenservice. Die van 6 uur 's morgens tot 6 uur in de middag open is. Er zijn 3 telefoonnummers waarop de mensen kunnen bellen voor assistentie en begeleiding. Verder is er ook een e-mailadres die u zo dadelijk in beeld zal brengen, waarop de mensen kunnen e-mailen. Maar er is ook een live chat waarbij de mensen direct met het personeel van de serviceafdeling van VSS in contact kan treden voor begeleiding en assistentie. Ja. En wat zijn de kosten? En ik denk, ik kijk naar mevrouw Dulatip, de kosten voor de aanvraag van een e-visum of e-toeristenkaart? Wanneer wij straks de aanvraag online zullen doen, zal ik even daarop inspelen. Het zijn verschillende tarieven die gehanteerd zullen worden. De visumleges die variëren van $15 voor het transitvisum tot $360 voor een business. Hangt natuurlijk af van de duur van het verblijf, van de aanvraag. En de standaard VFS service fee is $14. Ja, dus als we kijken naar het voordeel van deze webapplicatie, mevrouw Pinas, versoepeling is 1, maar eigenlijk trekt het toeristen ook aan om Suriname te bezoeken. Ja, wanneer toeristen willen afreizen naar een ander land, willen ze natuurlijk zo makkelijk mogelijk de zaken in orde maken. En deze webapplicatie leent zich daarvoor. Net als wat ik zei, vroeger moest je voor de lancering van deze webapplicatie moesten ze zich aanmelden bij de dichtstbijzijnde ambassade of een consulaat van Suriname, maar nu kan je vanuit anywhere kan je een toeristenkaart of een e-visum aanvragen. Ik denk dat dat ook veel
makkelijker is voor de toerist. En daarom kijken we uit naar de grote stroom toeristen die we mogen verwelkomen in Suriname. Inderdaad. Ik denk dat we naar het grote moment kunnen gaan, mevrouw De La Tip. En dat is de demo. Yes. Hoe ziet die website eruit? Hoe werkt die? Goed. The floor is yours. Thank you. Nou, het volgende gedeelte is het gedeelte waar de documenten geüpload worden. Voor de e-toeristenkaart zijn er maar 3 documenten vereist. Dat is de houderpagina van het paspoort. Een pasfoto recent, dat betekent dus een pasfoto niet ouder dan 6 maanden. En een retour airline ticket. Kijk, die retour airline ticket is belangrijk ook om aan te geven wanneer een e-toeristenkaart ingaat. Het heeft te maken met de geldigheid van een e-toeristenkaart. Als we hier klikken op dat driehoekje en klikken op het pijltje hier, dan krijgen wij onze file upload. En van hieruit kunnen wij kiezen welke file geüpload kan worden. Als ik nu klik op Passport Bio Page en ik klik op Open, wordt mijn scancopy geüpload. En hetzelfde doen wij met de pasfoto, ook hierop klikken, vervang bestand, omdat wij in dit geval alle bestand geüpload hebben. Sample foto en ook dit wordt geüpload. Nou, als wij alle documenten, alle vereiste documenten geüpload hebben, klikken wij op bewaren en doorgaan. En dan komen wij bij een heel belangrijk gedeelte van een online aanvraag en dat is de disclaimer. Nou, de disclaimer is heel erg belangrijk omdat er worden punten aangehaald. Zoals bijvoorbeeld dat de persoon moet afreizen met het paspoort waarmee hij de aanvraag ingediend heeft. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een gebruiker op dit moment een aanvraag gedaan heeft, maar afwachtende is op zijn nieuwe paspoort. Nou, in dat geval kan hij niet met het nieuwe paspoort afreizen of hij zou met beide paspoorten moeten afreizen. Hij moet er rekening mee houden dat de toeristenkaart dat uitgeprint wordt, de gegevens bevat waarmee hij dus de aanvraag, met het paspoort waarmee hij zijn aanvraag gedaan heeft. Ook heel erg belangrijk bij dit gedeelte, de aanvrager moet er rekening mee houden dat zowel visum als service kosten die eenmaal zijn betaald niet worden terugbetaald, ongeacht de uitkomst van het visumresultaat of besluit. Als een visum geweigerd wordt, kan de gebruiker geen restitutie krijgen. Dat is niet mogelijk. Een van de andere punten bijvoorbeeld, die ook in de disclaimer komen, is een gele koortskaart. Als de gebruiker komt uit een land waar gele koorts voorkomt, dat hij ook dit soort voorzorgsmaatregelen neemt voordat hij Suriname binnenkomt. Nou, het vinkje moet geplaatst worden bij de statement. Ik heb de bovenstaande terms and conditions gelezen en geaccepteerd. Als dat gedaan is, gaan wij naar bewaren en doorgaan. En dan komen wij bij het gedeelte waar wij de betaling doen. Hier wordt gevraagd om eerst de gegevens te controleren alvorens de betaling te doen. Nou, bij dit gedeelte krijgen we de naam van de aanvrager, paspoortnummer, nationaliteit bij geboorte, huidige nationaliteit, de geboortedatum en ook de kosten die allemaal in rekening gebracht worden. Wanneer de gebruiker merkt dat alle gegevens correct zijn, kan hij doorgaan met de betaling. In het geval hij doorheeft dat de aanvraag, dat een van de velden niet correct zijn ingevuld, dan kan hij altijd teruggaan naar de aanvraag en dat wijzigen. Nou, onze aanvraag is goed gegaan, dus wij gaan het bevestigen en we gaan door met betalen. En dan komen wij op het betalingsportaal. En dat ziet er zo uit. Wanneer een gebruiker een creditcard gebruikt, moet hij er rekening mee houden ook dat de creditcard, het mag een debitcard zijn, van Visa, Maestro of Mastercard. De creditcard moet internationale transacties kunnen plegen. De creditcard moet ook 3D secured zijn als extra veiligheidsmaatregel. En de persoon moet ook de gegevens juist invullen. Als de gebruiker gebruik maakt van iemands creditcard bijvoorbeeld, moet hij er ook voor zorgen dat bij billing address de gegevens voorkomen van de creditcard. Als bijvoorbeeld iemand een creditcard heeft vanuit
of de gegevens, bankgegevens gegeven heeft van zeg maar Paramaribo en de aanvrager is van Nederland, kan hij niet de gegevens invullen van de aanvrager. Het zouden dus gegevens van de creditcardholder moeten zijn. Hij kan altijd hier de gegevens aanpassen, credit card name holder. In dit geval heb ik bijvoorbeeld de aanvraag gedaan voor Christel. En mijn creditcardgegevens zijn totaal anders. Ik moet ervoor zorgen dat ik mijn creditcardgegevens correct invul. Nou, even kijken. We gaan het wel even laten voor hier, omdat wij anders de betaling ook inderdaad gaan doen. Maar dit is hoe het eruit ziet. Wanneer alle gegevens juist zijn ingevuld, gaan wij naar UPay. We hebben hier het bedrag als bevestiging dat dit het totale bedrag is. En dan wordt het bedrag afgetrokken van onze rekening. Wanneer de betaling volledig is geschied, krijgt de aanvrager een e-mail, een automatische e-mail, met de berichtgeving dat de betaling is gedaan. En hij krijgt een web reference number, dat is meestal dit nummer hier. Aan de hand van dit web reference number kan hij zijn aanvraag, kan hij de status van zijn aanvraag natrekken. Nou, dank u wel mevrouw De Latip voor de uiteenzetting. We hebben kunnen zien hoe de webapplicatie werkt. De mensen die van plan zijn Suriname te bezoeken, die hebben gezien hoe het allemaal werkt. En, maar natuurlijk, ik zag het ook terwijl u bezig was, als men eigenlijk een probleempje heeft, is er een live chat, hè? Er is een live chat. Ze kunnen anytime klikken op online chat now. Een van onze medewerkers zijn beschikbaar. Dus ze kunnen, terwijl ze bezig zijn met de aanvraag, terwijl ze met issues te maken hebben, kunnen ze altijd even snel vragen van hey, ik zit hiermee, kan ik hiermee geholpen worden? En het is 24 uur. De hulplijn is 24 uur beschikbaar. 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Oké. Ja. Goed. Mevrouw Pinas, maar natuurlijk stel ik me zo voor dat je in dit kader ook wat spoedgevallen hebt of wat probleemgevallen. Hoe worden die zaken aangepakt? Laat me dit ervan zeggen. Vooralsnog is de visumdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken nog aanwezig op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven om bij bijzondere gevallen assistentie te verlenen. Verder hebben we bij spoed of dringende gevallen hebben we twee e-mailadressen die u zo meteen in beeld brengt, waarop de mensen kunnen mailen, de stukken uploaden en contactgegevens aangeven, zodat het ministerie van Buitenlandse Zaken contact kan maken en het visum of een toeristenkaart kan worden toegekend. Oké, en even resumerend, allemaal voordelig voor Suriname, voor de reizigers in elk geval. Het is allemaal sneller, het boost onze toerisme sector ook. Helemaal. En de kleine hiccups, als ik het zo mag zeggen, mevrouw De Latip, die worden weggewerkt. Absoluut. Ja, oké. Goed, dan wil ik u bedanken, tenzij er nog wat toe te voegen is. Ik heb nog iets aan toe te voegen. Van deze plaats uit willen we de gemeenschap oproepen. We doen een beroep op de gemeenschap om zaken, familie- en vriendenrelaties aan te sporen om gebruik te maken van deze gebruikersvriendelijke webapplicatie. Dank u wel. Alsjeblieft. U heeft het gehoord, beste kijkers. Vanaf 18 oktober kunt u uw e-visum en e-toeristenkaart online aanvragen. En de dienst vergemakkelijkt alles voor u. Maar ook voor Suriname is dat een groot voordeel. De nummers krijgt u in beeld en de e-mailadressen voor het geval u nog vragen heeft. Voor dit moment bedanken wij u voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.